Nou, nu komen we aan een van de weinige gevallen waarbij de transition level flow eerder moet plaatsvinden dan de 10.000 foot flow. Dus we zijn nu op transition level, dus we gaan over naar de QNH. Je kunt ervoor kiezen om die flow te doen tegelijk met de 10.000 voet daling flow. Maar omdat die al lang genoeg is, zal ik de transition level flow nu doen. De snelheid is, moet ook zo omlaag. En die zegt dus van de hoogtemeters moeten op QNH. 1015 is ook nog steeds de QNH bij aankomst. Deze 1015, deze die staat nog op de verkeerde waarde, 1015. Landing flaps en V-Rev, die kunnen we kiezen via init rev en ik kies voor flaps 40 met 140 knopen. Die staat daar nu, als je dat gekozen hebt, tenminste als optie in de CDU, staat die in de PFD. Dan kunnen we de auto brake instellen. Nou, het is een lange baan, het is bedoeld voor grote kisten, dus verder dan auto brake 2 is niet nodig. Nou, dat is de toeter voor de 12.000 voet bij VTEP. Dus ik zet hem nu op 11.000 voor de volgende, Lovok. Nou, en als laatste punt van de flow nog de spoilers op armed. En dan gaat hij dus, de snelheid is nu ingesteld op 2/3, dus hij gaat nou de snelheid laten afnemen tot 2/30. Nou, we zien dat de volgende, dus na de VTEP, is dit inderdaad Lovok. Met 11.000 oor below en zo steeds een stapje verder. Nou, de afname is niet echt van de snelheid, is niet echt ideaal, dus ik zal hem eventjes, ik zal ook de rijkwijde ietsjes verkleinen verder. Dan zie je mooi de blauw gestreepte lijn van de missed approach. Van de baan waar we op gaan landen. Dit ding weer bijstellen. Toeter van 11.000. Zet ik hem op 8.000. Nou, we zitten bijna op de goede snelheid. Oké, 230 knopen. En dan komen we dus ook zo op de 10.000 voet daling flow. Nou, ik kan alvast wel aan die flow beginnen. En die 10.000 voet daling flow die begint dus met druk op de knop attend. Cabinedruk, dat kan ik ook op een andere manier bekijken. Dan kom ik nog dichterbij.
Nou, we hebben een dalende cabine. Met ongeveer 100 voet, 200 voet per minuut. Drukverschil met buiten is nu 3,6 psi. En de druk in de cabine is nu gedaald tot een hoogte van 2500 voet. Oké. Okay. Temperatuur. Nou, het zit nog net een beetje boven de 20 graden, dus oké. Okay. Druk instellingen. Nou, ik heb hem onderweg een paar keer moeten bijstellen. En vooral de land altitude wil nog wel eens verspringen. Maar die staat nu goed 50. Ontstekingsschakelaars kunnen nou op continuous. APU, daar wacht ik nog mee. Landing en runway turn-off lights. Landing lights zet ik aan. Runway turn-off denk ik nou is gewoon niet nodig. We kunnen even naar de brandstofvoorraad kijken. 3,6 ton. Bij aankomst zou die ongeveer 3 ton moeten zijn. Dus dat zit prachtig op schema. Weer even de heading. Dan anti-ice. Nou, we zitten nu al op plus 19 graden, dus dat is ook niet echt een probleem. QNH bestemming, die staat er al in, 2015. Landing flaps en VRF heb ik net gekozen. En ik had de navradio's al op de frequentie en de koers staan. En hij geeft ook al een DME en een identificatie van de baan, IDBR. Daar zou ik nog niet te veel waarde aan hechten, want we zitten nu voor, in feite voor de andere baan. Dus identificeren heeft nu nog niet zoveel zin. Wat zou het moeten zijn? Dat kan ik wel even bekijken natuurlijk. Nou, hij is dus al IDBR. Dus nou, prima. Kan ik meteen ook even kijken. Dit is de plattegrond van het vliegveld. Ook even kijken waar ik uiteindelijk moet gaan parkeren. Dat is op deze plek, F14, heb ik in FF Commander gezien. Nou, die lijkt hier niet te zijn, maar op het vliegveld wat ik heb geïnstalleerd is wel een F14 en daar wil ik hem gaan parkeren. Dat is de toeter van 8000. Nou, de volgende is 7000. De intercepthoogte van de ILS, even kijken. ...3000 voet. Nou, even de rijkwijde van de navigatiedisplays bijstellen. Nou, hier is de baan. End of descent, A/D. Nu staat er dus wel 7000 or above, dus nu mag je niet onder de 7000. Dus nu is het verstandig om ervoor te zorgen dat dat ook niet gebeurt. Maar ik moet hem natuurlijk wel op tijd naar 6000 brengen, anders blijft hij hangen op 7000.
Nou, we zitten nu boven de kust en we kijken dus de woestijn in, waar toch een paar wolkjes zitten. Nog 3,5 ton in de tanks. Dat ziet er ook fraai uit. Op een punt als dit zou het geen probleem zijn om die 1,6 ton die we als reserve hadden opgegeven voorzichtig te gaan gebruiken. Het blijft gevaarlijk, het is normaal gesproken ook niet de bedoeling. Maar gezien het weer zou dat kunnen. Nou, ik wacht nog even met flaps. Weliswaar staat de buk op de flaps upspeed. Maar de approach is nog zo lang. En als ik dus nu flaps ga geven, dan gaat de snelheid omlaag en dan duurt het alleen nog maar langer. Sorry. Nou, de hoogte die ik nu al kan instellen is de intercepthoogte, dus 3000 voet. Dus dat ga ik ook maar doen. Nou, nu moet de snelheid dus zo omlaag. Dus bij decel moet ik... decel rondje moet nu wel de flaps naar stand 1 om te beginnen. Daar gaat hij. Flaps 1. En dan ga ik meteen door naar flaps 2. En flaps 5. Hij heeft drag required, maar dat is natuurlijk niet nodig nu. Als je ziet dat de snelheid goed afneemt, dan moet dat geen probleem zijn. Nou, vliegend op flaps 5 zitten we dus op 171 knopen, dus daar kan die bocht wel mee gemaakt worden. En daar gaat hij.
Nou, ga ik dan vast de heading verstellen naar in eerste instantie die 299 die we ook in het koersvenster hebben staan. Want ik zie dat er bijna of eigenlijk helemaal geen wind is. En als ik dan de bocht uitkom, dan ga ik verder met flaps. Kijk, nu zitten we zo ver van de baan af dat hij niet eens meer een DME geeft. Nou, en het vliegveld is eigenlijk nog niet eens te zien. Zo groot is die afstand nog. Daar is de toeter voor de 3000 voet al. Maar hij daalt dus heel langzaam. Dus. Nou wacht ik even. Ah, hij geeft nu een afstand. 24,7 DME. En de identificatie IDBR. Dus nu ga ik verder met flaps. Flap 10. En flap 15. En ook de snelheid zakt maar heel langzaam. Nou, ik wacht op de toeter van de landing gear, maar die komt niet, dus landing gear down. We hebben al go-around vermogen, afstand 20 mijl. En ik ga alvast de localizer aanzetten. Hoewel je kunt zien dat die gestreepte lijn, het verlengde van de baan, daar zitten we dus iets naast. Maar hij komt er vanzelf in terecht op een gegeven moment. En daar zitten we dus nu vlak voor Uldot, de transition
voor de approach. Nou, nu is er wat van de stad te zien, maar eigenlijk nog niet echt van het vliegveld. Nu pakt hij de localizer, dus nou moet hij iets naar rechts koers wijzigen. Mooi. Dan kan ik nu de approach knop indrukken voor de glide slope. En voordat ik het vergeet, eventjes de decision height aanzetten. Nogmaals, het is een height, dus het moet ook een radiohoogte zijn en geen barometerhoogte. Nu heb ik een baan in zicht, dan ga ik verder met flaps. 25. Altijd in de gaten houden of je de snelheid moet gaan bijstellen. Nou, dat is nog steeds niet zo. Dus nou begint de buck voor de glijdsloop te zakken. Flaps 30. En vlak voordat we aan de glijdsloop beginnen, flaps 40. Zal ik even mijn gashendels bijstellen. Je hoort het motorvermogen toenemen zodra die flaps naar 40 zijn. Glijdsloop, single channel, klopt, 9 mijl van de baan. Nou, dan kunnen we de approach flow gaan doen. Flaps staan op 40. Puntje 2, landing gear down en 3 green. Autobrake staat op 2. En de spoilers die stonden nog niet op armed, maar nou wel. En verder moeten we eventjes de autopilot en de autotrottel uitzetten. Op die 50 voet, dus dat is wel erg kort voor de landing, dus dat ga ik denk ik iets eerder doen. Duizend voet. En ik ga de autopilot alvast maar uitzetten. En de autotrottel ook. Even dat lampje uitklikken. Dus het laatste stukje vlieg ik op de hand. Dat is niet zo'n probleem met zo weinig wind. Op de andere baan zie je net een andere kist starten.
take-off gaan. En die zie je dus ook op de navigatiedisplay in de TCAS. Middelmaker. Perfect. Reverse. Manual braking en ik kan meteen linksaf. Flaps kunnen alvast up. Speed brakes up. En ik kan de klok van de ET stopzetten. En daar zijn we dus in Dubai. 6:16 gevlogen. Dat lijkt volgens mij precies volgens het schema wat we in FlightAware zagen. Oké, dan gaan we nu naar de runway vacated flow. En die zegt autopilot off, dat is... Flaps up, design up, transponder. Dat doe ik weer met een knopje omdat het met de muis heel slecht te doen is. Dus die zet ik nu op XPDR. Dan kan de grondradar hem nog volgen. Dan de flight directors off. Eerst de rechtse op de co-pilot. En dan de linkse. Speed brake down, dat heb ik net gedaan. Autobrake off. Landing lights off. Runway turn off, die waren al off. Taxi kan nou on. Ontstekings. Schakelaars. Zoals gewenst, maar dat doe ik off. Logo lights. Nou, het is... felle zon hier, dus dat heeft niet zoveel zin. Position lights, die gaan nu naar steady. Engine en wing anti-huis heb ik niet gebruikt. De probe heat, nou, het is hier, even kijken, 25 graden. Dus probe heat kan af. En hetzelfde geldt eigenlijk voor window heat. En verder kunnen we voor de zekerheid, want ik denk dat ik gewoon de kar ernaast ga zetten, voor de zekerheid eventjes de APU starten. En dan moet ik dus nu op zoek naar gate F14. Oké, APU gaat draaien nu. Ik heb een lampje. Even kijken wat dat inhoudt. Anti-ice. Nou. Is niet zo erg begrijpelijk. Oké, kijk even op de plattegrond. Ik moet bij de kruising naar rechts.
anders moet ik nog een baan over. En als ik ietsjes verder ga, dan kan ik voorlangs baan 1, 2 rechts langs de kop van de baan. Geen landende kisten. Die kist staat al af, dus daar kan ik het ook niet meer op zien. En mijn gate ligt ergens hier. Parking brake. Nou, dat is al puntje 2 van de shutdown flow. Taxi light off was de puntje 1 en de parking brake was puntje 2. En dan kan ik nou gaan kijken voor de connections. Dan moet je eens kijken naar het menu. FS actions. Ground connections. Wielblokken set. Ground power connected en air conditioning connected. Nou kan ik die dus eerst verbinden, dus in feite heb ik de APU helemaal niet nodig. Eerst de ground power. Die schakelt dan vanzelf de generators van de motoren af. En verder moet dus omdat de externe airco aangaat, dan gaan de packs off en de isolation valve op open.
en de recirculation fans op off. En dan kan nu kunnen de startschakelaars op cut-off. Eerst motor 1. Even kijken of toerental terugloopt. Ja. En motor 2. En dan kan vervolgens de seatbelt sign op off, electric hydraulic pumps op off, airconditioning heb ik net bekeken, anti-collision light kan op off, ontstekingsschakelaars heb ik al gedaan, brandstofpompen, ja, weliswaar heb ik een APU draaien, maar ze kunnen allemaal op off, omdat ik al op ground power draai. Probe heat, die had ik al afgezet. Window heat ook. En de external connection van CDU heb ik net gedaan. En daardoor ook puntje 15 en 16, recirculation fans en packs. En dan komt vervolgens komen de doors. Nou, dan kan ik nu de, van de deuren links en voor open doen en ook de cargo forward en aft. En dan kan ik vervolgens GSX vragen. Ja, dat kan ik volgen. GSX vragen om request deboarding. Nou, dat lijkt een beetje vreemd om dat door de KLM te laten doen. Dus laten we zeggen dat we dat Emirates laten doen. Nou, komt er al gelijk verkeer. En daar gaan de mensen. Nou, dat was dus mijn vlucht van Amsterdam naar Dubai. Met Transavia. Volgens het schema van FlightAware. Ik kom aan om 11:16. Dat is vrijwel exact volgens het schema. En ik heb 6 uur en een kwartier gevlogen.
Ook dat is vrijwel volgens het schema. Ondanks al die wind op de start onderweg. Al met al kan ik tevreden zijn. Nog 2,5 ton brandstof aanwezig. Dus uitstekend. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much, goodbye.